Hey, welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je erbij bent. Je zult je afvragen, waar is Joy? Nou, Joy die staat op dit moment lekker onder de douche. Dus ik denk, ik ga dit stukje even opnemen. Want dan kan ik gaan editen en dan kan die online komen. Wat ga je in deze vlog allemaal zien? Nou, je ziet dat we gaan fietsen. Het is hartstikke grijs qua lucht. Ja hoor, het begint te regenen. Dus wat we doen, we duiken de speeltuin in bij de kinderen. In het Hans en Grietje huisje en gaan daar schuilen. Maar het blijft regenen, dus we gaan vervolgens naar de bospub. En daar gaan we ook schuilen. We fietsen dan maar terug naar de camper, vermaken ons in de middag lekker in de camper, doen een spelletje en dergelijke. Maar als dan opeens het zonnetje begint uit te komen, denken we pakken weer de fiets. Want jongens, in Dwingelo is de winterfair. Allemaal leuke nostalgische kraampjes, een soort van brokante, erg gezellig. We duiken ook nog wat nostalgische winkeltjes in. Echt zo'n winkeltjes wat je alleen maar lokaal eigenlijk ziet. Oh ja, we komen uit bij een vintage winkel en scoren daar nog wel een item voor in de keuken in de camper. Super grappig. En we mogen daar een gratis olifant meenemen. Maar of we dat doen, ja, dat zie je dus verder in de vlog. Je zult het merken. Wat hebben we dan nog meer? S'avonds gaan we lekker uit eten. En oh ja, omdat we natuurlijk daar op die winkelfair ook lekker geborreld hebben, gaan we kijken of het goed gaat met het bevestigen van de isolatiehoes bij de buren als ze twee speciaal biertjes op hebben. Jongens, ik wens jullie veel plezier bij het kijken tot de vlog. Doei! Of tot de vlog? Nee, bij deze vlog! Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe vlog. We gaan op pad met de fiets, we gaan het gewoon doen, Joy. Ja, het is droog. Oh, kijk, daar is ze weer hoor. Miauw. Ik heb nu een goede broek aan, dus je kunt niet krabben. Maar die broek van gisteren was allemaal nog goed hoor. Ja, dat klopt. Maar kijk hoe zwart de lucht daar is. Zien jullie het? Maar we gaan het gewoon doen. Regenpakje mee. Hè, Joy? Ja, maar als het goed is, gaat die lucht van ons af. Ja, laten we het hopen. Wat zit je hier nou? Wil je met ons mee? Misschien is het gratje wel in een tweede gedaante. Nou, ik denk niet dat gratje als kat verandert. Hij had het niet met katten, dat ging niet samen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, blijf maar hier, want dat zijn hondjes. Ja, dat was... Bestes wetter, hè? Ja, het dauert een halve stunde. Ja. Twee minuten onderweg. Brrr, in de koude regen. Ja, maar sorry, daar helemaal daarachter, daar zie ik wat blauwe lucht komen. Dus laten we echt duimen dat deze kant op komt. Ja, maar toen we gingen scheen het zonnetje. Ja, nou. Heb je ook alles mee gezegd. Maar weet je wat het is? Als je nu gaat fietsen in deze regen, dan kun je binnen een kwartier omdraaien, want dan ben je doorweekt. Ook al heb je hele goede regenkleren aan, dan ben je koud. Dan ben je toch niet... Dat merken we wel, hè? Dat we het nu sneller koud hebben. Ja, we hebben twee jassen uitgedaan. Hè? Maar we staan hier in het huisje van Hans en Grietje. In de speeltuin. Dat vind ik wel leuk. Hier hebben ze allemaal fietsjes en tractortjes. Ja. Bij ons zou dat al gejat worden. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from me.
sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be yours. Hoeveel zoveel kanten zijn er? Ja, hier. Hier. Het is gewoon ijskoud. Het regent weer. Dan denk je, oh, de zon komt door. Nou. We hebben besloten dat we hier gaan terugkomen in het voorjaar. Als het weer, want het is hier zo mooi wandelen in het bos. Ja, fietsen. We zijn gefietst naar het bos om te kijken of we konden wandelen. Maar we zakten gewoon zo diep. Mijn hele schoenen zijn bruin van de modder. Ja, en toen zijn we maar gevlucht naar de bospub. Zodat we even wat warms konden drinken. En toen hebben we besloten, we gaan terug. Ja, we komen een keer terug. Dan gaan we in de camper opwarmen verder. Oh. En dan hopen we dat het straks droog is. Zodat we wel naar de winterbrokanten en ver kunnen. Ja, ik hoop het wel, ja. Nou. Heb je de verwarming op standje Speedo gezet? Ja, ik heb hem even op 3. Heel eventjes goed warm zo laden. Koud. Ja, dat is ook kneuterig, hè? Oh ja, mijn handschoenen. We gaan toch nog een poging maken. Ook al begint het weer langzaam te regenen, maar we gaan toch richting het centrum. Kijk, hier hebben ze gewoon de was opgehangen, Joy. Dankjewel, een keer. Ja, ja, geef ze ongelijk. Kunnen wij ook nog doen. Waar zijn we toch, Joy? Een alles in één winkel. Ja, geweldig. Echt nog zo'n ouderwets zaakje waar je alles krijgt. Ja, van hondenvoer tot kabels, tot kookspullen, tot waspullen. Alles erop en eraan. Ja hoor, het regent weer. Kijk nou, hier hangt gewoon iemand aan het raam. Ja, leuk hè. Ja, en de Divico. Leuk, we gaan gewoon eens even snuffelen bij de kringloop. Dit zou ik zo kopen en opknappen als foodtruckje, Joy. Ja, heel leuk. Maar kijk die olifant hier. Kijk, mag je gratis meenemen? Nee. Is wat voor in de tuin? Okay. Ik hou hiervan. Kom, we gaan naar binnen. Nou, je komt hier van alles tegen. Dat moet zo. Allemaal leuke bordjes. Leuk, ja. Een leuke winkel. Heerlijk. Laat je even in de kringloop, sorry. Ik kan snel rondsnuffelen. Oh, hier, Andrea Bocelli. Misschien hebben we nog wel wat nodig van glazen of zo. Ze hebben niet. Genoeg in de aanbieding. We gaan gewoon even snuffelen. Dit is ook leuk. Van die plankjes. Schat, die hebben we thuis. Ja, maar hier is een hapje uit, zie je? Had iemand honger? Of een salade komen. Hier is ook een hapje uit. Van Dwingelo hebben ze allemaal honger. Allemaal hapjes honger. Ik heb je nu weer gevonden, Sim. We zochten een sauspannetje. Nou ja, dekseltje met wat erin zit moet je niet naar kijken. Maar dit is toch perfect als sauspannetje. Nou, we gelijk een sauslepeltje. Ja. Idyllisch. Ik vind het prima, toch? Ja. Die is goed. Neem we mee. Vond je van de fair? Ja, leuk. Was wel leuk. Ik ben wel blij voor de mensen die hier staan dat het zonnetje nog uitgekomen is. Ja, als je er rondloopt met regen is het niet prettig, hè? Nee, ja, je merkt het al. Hè. Het staat gewoon op het gras en de bladeren. Dus je zakt gewoon weg. Ja. Goed drassig. Maar het zonnetje is nu uit. Het is heerlijk. Kijk nou, heerlijk. Even lekker genieten buiten.
nu we buiten kunnen zijn. Ja, nog even een stukje lopen en dan gaan we dadelijk even de keel smeren. Ja, dat hoort er ook bij. Nou, dan zijn we weer terug op de camperplek, Joy. Ja, we hebben even stiekem gedaan. Moet je plassen? Ja, ook. Ik zie het aan je. Hoezo komt het water bij mijn ogen? Je lamp is stuk. Als jij mij het sleuteltje geeft, dan ga ik kijken voor... Ja, ik ga even de sleutel pakken. Ja. Dan maak ik je lamp even. Ja, en het is toch opeens een stukje drukker geworden. Kijk jongens, op de camperplek. Mooi zo met die zon, wat een beetje ander gaat daar. Oeh, de buren komen ook opeens thuis. De lampen gaan aan. Leuk hè? Ja. Wat gaan jullie nou doen met het trapje? Hallo. Ja, we zijn er hoor. We hebben een fantastisch tafeltje vanavond. Hé, hey, kom maar. Ja? Goed zo. Ik wou nog wel even gezegd hebben. Kijk, als je te klein bent, dan moet je het trappetje meenemen. Ja. Moet ik het ook even voeren? Doe het eens even voor. Ja, zal ik het niet afvallen? Nee, doe het niet. Zal ik je een handje helpen? Ja, ik ook. Laten zien dat ik dit kan. Na twee speciaal biertjes van 8,5%. Ja, goed vastmaken. Ja, ja, daar zit je natuurlijk mee, hè? Hoe hoger je voorraam is. Ja, nou, heb je een trapje nodig. Ja. Ideaal. 1,65 meter. Dan heb je een trapje houden. Zo. Nou, kind kan de was doen. Zo, dames, dan kunnen wij vanavond gaan eten. Veilig op pad. Veilig gaan maken. Ja, goed zo. Nou, tot zo dan. Tot zo. Ja, die kan opgeruimd worden. Ja. Zo, jongens, jullie zien het. We zijn lekker fris en fruitig gedoucht. Ja, want we gaan zo nog even lekker een hapje eten. We gaan een hapje eten. Het is nog vroeg, het is pas 5:50, maar we gaan vanavond lekker Dwingelo in. Daar is nog die winterfeer en daar gaan we lekker een hapje eten. En dat doen we lekker met z'n vieren, maar dat houden we lekker voor ons. Dus we willen jullie bedanken voor het kijken. En doe dan een duimpje omhoog als je het leuk vond. Is het duimpje weer. En dan tot bij de volgende vlog. Tot bij de volgende vlog, jongens. Doei. Bedankt, doei.